Hoi, mijn naam is Jesper en dit zijn 10 manieren waarop de regering je geld verspilt. Op nummer 10. Afghaanse geiten. Los van wat je van de Amerikaanse bemoeienis in Afghanistan vindt, het was hoe dan ook een dure onderneming. Schattingen van het totale bedrag variëren enorm, maar de consensus ligt zo rond de 2,3 triljoen dollar. Dat is ongeveer $33.000 per Amerikaanse burger. Als het ministerie van Defensie niet allerlei verspilling had gedaan ten aanzien van de Afghaanse geiten. In 2012 spendeerde de Amerikaanse regering $6 miljoen aan belastinggeld aan de Afghaanse geitenhoeders in het oorlogsgebied. Het idee was om het geitenwol te gebruiken om de kashmir-industrie in Afghanistan een boost te geven en zo dus weer werkgelegenheid te creëren. Uiteindelijk bleek het kashmir veel te duur voor de Afghaanse bevolking en de geiten werden vooral in kleine dorpjes als voedsel gezien. Op nummer 9. Feng Shui. Feng Shui is een oude Chinese praktijk waarin de filosofie wordt gehanteerd dat je omgeving jouw persoonlijke geluk beïnvloedt. Je kunt wel raden dat de wetenschap hier niet echt een grote rol in speelt. Er is nooit bewijs geweest voor deze praktijk, maar voor de Chinezen is het geen geval van bijgeloof. Vooral in Hongkong wordt de gedachte erg serieus genomen. De regering daar vraagt de burgers zelfs om compensatie als hun huis of gebouw in strijd is met Feng Shui. Uit onderzoek bleek dat de regering al meer dan $9 miljoen aan compensatie had ontvangen. Op nummer 8, Second Life. In 2003 werd het virtuele spel Second Life enorm populair. Net als bij Sims kon je als gebruiker met echt geld gebouwen bouwen en met andere spelers communiceren. De Zweedse stad Malmö besloot in 2010 een deel van de stad in het spel na te bouwen. Maar ondertussen waren er alweer allerlei andere spellen op de markt en Second Life was alweer in verval geraakt. Sterker nog, er werd $1,2 miljoen uitgegeven om de stad te ontwerpen en te bouwen. Het idee was dat de burgers van de stad de lokale politici konden opzoeken en spreken in het spel. In 2012 besloot de gemeente de virtuele stad toch maar op te doeken, want het bleek inderdaad geen succes. Op nummer 7. Psychologische oorlogsvoering. In 1970 stelde de CIA dat de Sovjet-Unie meer dan $100 miljoen per jaar uitgaf aan psychologische oorlogsvoering. Dus startte de VS met Project Stargate een project van $20 miljoen. Tussen 1970 en 1995 stelde de CIA NASA in het werk om dit project uit te voeren. In een test zouden de onderzoekers een willekeurig woord uit het woordenboek trekken en dit natekenen. En de deelnemers moesten dit woord, zonder de tekening te hebben gezien, raden. Maar inderdaad, dat kon geen van de deelnemers. Dit is niet de enige periode waarin de VS gebruik maakte van paranormale oorlogsvoering. Ook werden er pogingen gedaan om soldaten onzichtbaar te laten worden, hun gedachten van anderen te laten lezen en door muren te lopen. Door met nummer 6, Formule 1 coureur. Het is waarschijnlijk niet onbekend voor je dat Venezuela serieuze geldproblemen heeft. De economie is uiteengevallen. De meeste gevallen kunnen worden verklaard door het gebrek aan olieafzet en het feit dat privaat land niet meer bestaat in Venezuela. Maar uiteindelijk komt het vooral door de enorme verspillingen van de regering. In 2012 sponsorde de regering voor $45 miljoen aan de Formule 1-coureur Pastor Maldonado. Venezuela moest uitstralen dat het een land van kampioenen was. En het zou als advertentie dienen voor de olieindustrie. Maar Maldonado was niet echt een kampioen. Hij is in professionele wedstrijden wel 29 keer gecrashed. Nummer 5. Belachelijke onderzoeksprojecten. De meeste van jullie zullen het ermee eens zijn dat het geld voor onderzoeksprojecten iets goeds is. Maar sommige subsidies die door de Amerikaanse regering zijn afgegeven, zijn op zijn minst opmerkelijk. In 2014 kreeg de National Science Foundation geld voor het onderzoek met de vraag of de muziek van Jaws onder de beelden van haaien zorgde voor een negatieve connotatie van de dieren. Dit project kreeg $3 miljoen. Besef! Andere vreemde projecten, waaronder $100.000 voor het onderzoeken of meisjes meer met Barbie speelden en $387.000 om te onderzoeken hoe konijnen reageren op Zweedse massages. What the fuck? Door met nummer 4. Facebook likes kopen. Er zijn genoeg mensen die het verschrikkelijk vinden om te weinig likes te krijgen op kattenfilmpjes en hun ice bucket challenges. Maar de Amerikaanse regering heeft daar iets op gevonden. Ze benaderden Facebook en kochten extra likes tussen 2011 en 2013 voor meer dan $630.000. Het profiel van de US Department of State was op dat moment niet erg populair, maar ging van 100.000 volgers naar 8 miljoen volgers. Maar de successcore van de pagina is nog steeds maar 2%. Maar even serieus, als het wel een succes was geweest, dan is $630.000 toch echt veel te veel geld om te verspillen. Even serieus, door belastinggeld op die manier te verspillen, dan zet je jezelf toch niet op de kaart? Of wel soms? Oké, door, nummer 3. Een lift zonder bestemming.
In 2012 bouwde de gemeente van het Italiaanse stadje Sutera een lift van meer dan 1 miljoen. Dat lijkt een behoorlijk duur grapje voor een omgeving waar slechts 1.000 mensen wonen. Maar de rekening voor de lift was voor de EU. Die streefde namelijk naar meer toerisme in dat gebied. Maar de EU had wel even wat meer voorwerk mogen doen, want de inwoners van Sutera gebruikten de lift niet eens. En dat komt omdat de gemeente niet met $12.000 per jaar zou kunnen komen. Sindsdien staat de lift er gewoon en de EU heeft erg veel kritiek te verduren gehad. Sinds dat jaar staat de lift bekend als de lift zonder bestemming. Op nummer 2. Jetpacks voor brandweermannen. De publieke diensten van Dubai zijn nooit bang geweest om iets nieuws te proberen en geld uit te geven aan de nieuwste technologieën. De politie kreeg de duurste Mustangs. En dus staan ze ook bekend als de duurste politievloot ter wereld. En nu is het tijd voor de brandweermannen. In 2015 schafte Dubai 20 echte jetpacks aan voor zo'n $150.000 per stuk. Oh ja, en de rekening was zo'n $3 miljoen. De vraag is of ze ook daadwerkelijk te gebruiken zijn. De gedachte erachter was dat de mannen de enorme verkeersdrukte van Dubai zouden kunnen omzeilen. En daarbij ook makkelijk bovenin de enorme wolkenkrabbers zouden kunnen komen. En dan op nummer 1, de F-35. Dit gaat terug naar de periode waarin Clinton in het Witte Huis zat. Het was op dat moment het duurste wapen ooit gebouwd. De F-35 is echter nog steeds niet bruikbaar. In 1992 werd de Lockheed Martin Firejet gebouwd voor $100 miljoen aan belastinggeld. En de rekening zou nog veel verder oplopen voordat het klaar is om oorlog te voeren, als dat al lukt. Het Pentagon liet weten dat er nog steeds veel zwakke plekken in het ontwerp zitten, waaronder over verhitting en de ondermaatse vliegkwaliteiten. Zelfs nu worden er nog problemen gevonden bij elk nieuw experiment. Check ook de volgende video, 10 bekende mensen die slechte dingen deden. Ben jij benieuwd naar die video? Klik op de video op het scherm of rechtsboven in de infokaart. Het linkje staat ook in de videobeschrijving, waar ook het linkje staat naar onze social media. @10video's of mijn persoonlijke kanaal @jesperkleine. Tot ziens!